na mijn lager onderwijs, wat iemand anders naar de vakschool gehad of naar het college, ben ik naar de mijnschool geweest. En de mijnschool, dat was van mijn 12e jaar. En toen was dat in die tijd nog tot uw 16e jaar. En van de 16e jaar moesten we. Hoe was dat nu weer? Dat was het laatste jaar mijnschool. Het laatste jaar mijnschool moesten wij 3 dagen op de week onderwerken. En 3 dagen, in die tijd had je de zaterdag ook nog naar school. Moesten we, en 3 dagen naar de school gaan, zo was dat. En dat was. Dat was eigenlijk onbezoldigd, tussen haakjes. Dat onbezoldigd, dat wilde zeggen, wij kregen toen een vergoeding als we naar de mijn gingen, als we werkten, in die tijd van 75 Belgische francs per dag. 75. En iemand van onze leeftijd die echt werkte, die had er 200. Maar die anderen moesten wel belasting betalen, wij niet. Wij waren belastingsvrij. Plus, we kregen ons kindergeld nog. Dat was er ook nog bij. En ik heb daar gewerkt tot 87. Ik heb mijn dienst volledig gedaan. En ik als jonge kerel, toen zei ze... Iedereen, ja, dat was, ik ben in het midden van de zomer begonnen. Hè. 3 augustus was het midden van de zomer. Als jonge kadij, 17 jaar. En ik, tegen mij zei ze... Als je wilt een beetje carrière maken, dan moet je ofwel... Dan moet je de middagpost maken. Nachtpost kreeg ik niet, omdat nachtpost moest je 18 jaar zijn. Dan, middagpost, want de meeste jonge gasten die hadden, wilden de morgenpost hebben. En een morgenpost, en dan konden die nog gaan zwemmen, en we weet ik allemaal. En die gingen in de middagpost. En dat was werkelijk waar. Voor nog meer ervaring op te doen, heb je de nachtpost in. In de nachtpost, de morgenpost en de middagpost, dat waren meer de productieposten. En in de nachtpost, dat was ook productie, wat ook nog nodig was. En alle herstellingen en wat aan de machine moest gedaan worden, dat werd allemaal 's nachts gedaan. Overdag ook bij pannen. En maar 's nachts werden de grote herstellingen gedaan. En vandaar mijn ervaring op te doen. Daar ben ik 5 jaar in de nachtpost geweest. 5 jaar. En daar ben ik ook chef geworden, want ik was 21 jaar zijn. En daar hebben ze mij benoemd, terug als chef, want ik was toen... De jongst benoemde chef die ze hadden, met die benoeming. In 1973 ben ik hoofdopzichter geworden in de middagpost. In geluid. Wat verschil van geluid. Op laatste, de nachtpost op zijn eigen, die was... Dat was de stilste post. Omdat die machines die draaiden niet s'nachts. Allee, ofwel moesten ze productie maken. Hè. Maar als er geen productie waren, dan was alles stil, bij manier van spreken. Alleen die machine waar ze aan het werken waren, werden bediend voor hetgeen wat ze nodig waren. En dan andere zaken, ja, wat s'nachts ook gedaan werden. Dat werd dat s'nachts nog gedaan. Ankers geboorden en van dat, voor de dingen te versterken. De installaties, de panzerinstallaties die in de galerij waren, die werden verlengd. De riemen werden verlengd. Dat was allemaal werk wat s'nachts gebeurde. Ik heb ook zo didactisch materiaal van hoe dat juist in zijn werking gaat. Je had de 2 schachten, ja. De 2 schachten in en een uit. Ja. En dan werd op die verdiepingen in de kolenlagen werden de hoofdgangen gebouwd. Ja. Van in die hoofdgangen gingen zij de galerijen en die galerijen die gingen naar de lagen. Ja. En die lagen, dat kun je je voorstellen als zo'n. Als zoiets, hè? Ja. Hier had je dan de eerste galerij, ja. En daar was de tweede galerij. Ja. En daartussenin, dat was afhankelijk, zat er 250 meter tussen, tot in sommige gevallen tot 300 meter. Ja. Plus, die had een lichte helling van
een 2% ongeveer had die helling. Dat was de eerste galerij. De eerste galerij die was altijd lager dan de tweede. Voet en kop. Ja, ja. Ja, omdat de lucht dan steeg naar boven. Ja. Zodanig dat die hier de lucht inging, zo rond en dan van de andere kant terug. En dan werd dat hier geregeld met sasdeuren en zodat dat je niet in kortsluiting kwam. En dan daarboven stond dan een hele zware ventilator, een KKK, zoals ze die noemde. Dat is die luchtgalerij die ze nu. Zeggen ontdekt hebben, die is er altijd geweest, maar die ligt, die lag ongeveer, ja, nu moet ik liegen, van aan de begane grond, die lag misschien 10 meter dieper. En als je dan zo'n schacht, als dat een schacht is, ja. Dat is de bovengrond, zo gezegd, ja. Hè? En die andere galerij die lag hier een tiental meter lag die lager. Ja. Zodanig, maar hier was dat, als die lift naar onder, werd dat ook hermetisch afgesloten. Zodanig dat die lucht hier opgezogen werd, die ging door die schacht, die ging daar door een zware ventilator. Dat was een KKK, zei ze tegen. Die was aangedreven in die tijd met twee motoren. Die twee motoren die stonden op één as van elk 1500 pk. Dat was 3000 pk stond er op die ventilator voor die lucht opgezogen te krijgen. Dat maakte serieus lawaai als je dat passeerde. Als je dat passeerde, dat kost je niks. En dat je waaide ook bijna uit die kast, die zoog je dat werkelijk in. Want dat kost je ook niet inkomen, want dat was heel erg afgewerkt. We zijn er als langzaam gepasseerd. Heel erg met traliewerken, dat niemand niet. Die vond je niet meer terug, denk ik. Die warmte dat dat uitkomt, plus die gassen die vrijkomen, dat moet allemaal afgezogen worden. Dat die onder heb je, was allemaal fris, dat ging. Ja. Maar hier van boven, dat werd continu gecontroleerd. Daar gingen gasdetectoren. Ja. Gingen de hoofdsteengangen, als daar werd geschoten, dat werd verwittigd op bovenop. Wij gaan schieten, dan was hij daarop voorbereid. En dat kon ook een ding zijn ergens, hè. Een explosie van iets anders, hè. Een mijngasontploffing. Ja. Ik zou dat zeggen, hè. Een grofvuurontploffing. Dat kon zo ook zijn. Dan was je dat voorbereid dat niet was. Hè. De meeste irritante geluiden, die waren hier op de eerste galerij. De eerste galerij, dat moet zeggen, daar waren de kolen werden afgevoerd hier door een panzer. Daar stond, op die panzer daar stond de snijinstallatie voor de kolen te ontginnen, die stond daarop. De schaaf. Schaaf, ja. Ofwel, we hebben lang met schaven gebouwd, maar hier stond wij hadden op plaats hadden ondersnijmachines, zei ze daartegen. Ja. Dat waren Eikhoff-machines. Ja. En die kolen die kwam dan hier van onder op een laadpanzer. Ja, die viel op een laadpanzer. En van de laadpanzer ging dat op rieminstallaties. Rieminstallaties die waren beduidend stil, omdat dat een gumme band is, een gumme band van een meter breed. Dat was dus tamelijk geruitloos, dat hoor je niet. Dat loopt op rolletjes en zo. En dat ging van, dat ze zien hoe lang uw galerij was. Ja. Die galerij die kon 1000 meter worden. En dan had jij 2, 3, 4 installaties achterin en dan het laatste dingen, dan ging dat door de trechter werd dat in de mijn begon. En dan ging dat weg. Maar hier, die laadpanzer, dat was het meeste wat lawaai maakte. Plus, op die laadpanzer zelf, daar stond een steenbreker op gemonteerd. Omdat die klotten, dat is ruw en hetgeen wat je schiet, dat is ruw. Dat kost je over die transportband niet transporteren. Als dat te dik is, dan valt dat vanaf. En daar stond een steenbreker tussen. De eerste steenbrekers die gingen op dat systeem, die klapten dat opeen. Die mieken veel lawaai, maar op laatste waren die zo mee. Op laatste waren dat trommels. Dat was irriterend voor geluid. En zeker als die
onbelast draait, hè. Dat daar geen productie, wat ik u zei, dan kreeg je dat, dat scherp, dat ging door je dingen uit. Hè. Maar als dat belast was, dan ging dat soepel. De trommelsnijmachine, die Mieke Marlois, lawaait op de plaat zelf, dat hoorde je zo, de trommel zelf, die een kretsend geluid is, dat zo. En een schaaf is nukkiger. Een schaaf dat zo'n trommelmachine dat snijdt soepel. Daar zijn een hoop tanden op zo'n trommel. Hè. Dat is een hoop, en dat, je kunt die druk die kunt je verhogen of verlagen. Hè. Totdat dat soepel wordt. Maar een schaaf niet. Een schaaf dat heeft een bepaalde snelheid. Nee, dat is dat de motor, die snelheid kun je, die wordt in de gang gezet. Hè. En als die ergens, die schaaf, als die veel weerstand had, dan roefde die zo. Dan zag je die werkelijk een rukken doorgaan. Hè. Dat Miek Meerlewijd. Een schaaf, dat Miek Meerlewijd. Zo'n stempel die moest gezet worden toen in de tijd. Haaks tussen vloer en dak. Dus als je de pijlen, als je die zo staan hebt, dan moest die stempel daar zo op staan. Ja. En zo. En dan moest hij nog. En in die weg moest hij dan lood staan. Hè. Als die slecht gezet werden. Als die slecht gezet werden. Ik heb dat de laatste jaren met die drones, dan hoorde ik dat niet meer. Maar als die slecht gezet waren, die oude, die mechanische, alle een ruimte wat, als die gingen vooruit, die galerijen die golven, maar hier achteren liet je dat instorten hier. Hè. Ja. Maar wat instorten, wat krijg je, dat is, wat banken heb je dan. Ja. En gewoonlijk is daar ergens een bank bij uit zandsteen. Een zandsteen, dat is iets wat heel hard is. En dat duurt een lange periode eer dat hij afbreekt. Dat wil zeggen, dan zit je al misschien 10, 20 meter verder. En dan breekt dat af in één keer. Hè. Maar dat hoort je werkelijk kraken. En dan zag je die, ik heb dat in het begin gezegd, dat die stempels ofwel wegsprongen, die vlogen weg, ofwel dat die in de vloer gedrukt werden. We hebben zo'n pijler gehad, dat weet ik nog niet. Dat was, had ik nachtpost. En dat was zo, één keer op de 14 dagen hadden we dat. Maar in die tijd was het nog veel, dat ging nog niet zo snel vooruit. Hè. Alle 14 dagen hadden we het spekkelmoesbroek, dat die bovenste die stenen, dat die in het zak waren. En dan hoorden geslagen de pijler. Tak, 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 tak. En dan zakte dat. En dan, als we dan, maar dat kreeg je schrik, hè, dan was die hele pijler een halve meter gezakt. De Winterslag heeft de eerste ijzeren stempels gemaakt, de Winterslagstempels. Ja. Maar die werden werkelijk, die waren te star. Die drukte, die sprongen, oh, als die niet wegsprongen, gingen die uitereen. Die buizen werden geforceerd, dan gingen die massaal naar bovengrond voor die te laten herstellen en zo. En dat waren allemaal van die zware lompe duels. Het transport met de trammakken, dat viel mee. Maar wat dat je te voet moest lopen. Ja. Wij moesten op 37 relatief minder te voet gaan dan ja. Op 600. En in trammakken, iets eten of wat slapen of zingen? Dat is aardig. Dat spelen en dat en lachen, dat gewerkt. In de middagpost, die mensen, ja, die waren fit, hè. Die mensen van de middagpost, die kwamen naar onder, die hadden gewoon thuis al gegeten. En die kwamen onder, dat was gespeeld en gelach. En die gingen
Dan waren er nog bij die een boterham had, maar normaal werd niet gegeten. En in de morgenpost was dat andersom. In de morgenpost die aten in het trammeke. Omdat die mensen, ja, die moesten al vroeg op. Die stonden de laatste minuut op. Bij manier van spreken, terwijl dat die met de fiets naar de mijn rijden, waar die nog een haar aan kwamen. En dan kwamen die op het, die kleden zich aan. En die waren ook norser. Daar moest je niks tegen zeggen. Die waren slecht gezind. Ja, dat, ik begrijp dat. En geen last van je oren? Nee, tot nu toe niet, nee. Hmm. En ik heb er dan ook met de afbouwhamer gewerkt. In begin met mijn jonge jaren, hè, met de pikeur en alles. Ja, het zal de ene mens tegen de andere zijn, ja. Waarschijnlijk. Ik heb ook geen stof. Of heel weinig, ik weet het niet. Met de laatste jaren zijn die problematiek is daar veel aan verbeterd. Hè. Ik weet in het begin, als ik op een mijn begon, als je ergens zo... Dat waren plaatsen bij, dan zag je geen hand voor de ogen. Zoveel stof was dat. Maar plaatsen werd dat... Veel met watersproeiers en zo. Dat werd zelfs op voorhand geïnjecteerd. Hoe zeggen ze dat? Er werden gaten in de kool geboord. Dat werd dan gewoon 's nachts gedaan. En dan werd met hoge druk werd dat water ingepompt. Ja, waterinjectie zei ze daartegen. Misschien om af te ronden, was er ook een plezant gelaat of een aangenamer gelaat? Een aangenamer? Of een gelaat dat je gewoon liever hoorde, ik weet het niet. Ja, ik hoorde het liefste, voor mijzelf, het geluid van een zwaar belaaien panzer. Een zwaar gelaaien panzer. En een riem op die zwaar gelaaien was. Dat die werkelijk zo, dat die rolletjes die stonden, ik geloof een half, nee, die stond iets meer. Ik denk op die afstand stonden die rolletjes. Als die dan zwaar gelaaien was, dan zakte die zo door die rolletjes. Dat was een schoon geluid.